Het is vandaag vrijdag 8 juli en vandaag fotografeer ik de zonsondergang. Ik ga vandaag even wat meer aandacht geven aan de natuur. Er komen natuurlijk hele mooie foto's voorbij, maar ik vind het ook belangrijk dat de natuur mooi in beeld komt. Ik wil nu wel een beetje gaan opschieten met fotograferen, want je merkt dat de zon nu langzaam ondergaat. En de zon komt dan aan de waterkant onder. Het is hier aan de achterkant. En ik laat jullie nu even genieten van wat beelden die ik zo net heb gemaakt. Ik ben nu uit het bos, ik ben het pad verder gaan volgen en ben hier uitgekomen. Dit is het stukje waar normaal gesproken naakte recreanten liggen. Maar nu is het dus helemaal leeg, wat een groot voordeel is. Hierachter bevindt zich nu de zonsondergang. Ik moet zeggen dat hij tegenvalt qua kleur, maar het heeft ook met de bewolking in de lucht te maken. Die is net wat te dik, denk ik, om echt een hele mooie kleur erin te krijgen. Hoewel ik denk, omdat het verder windstil is, dat het wel zou kunnen dat ik gewoon heel veel geduld moet hebben om de juiste foto te maken. Dus ik denk dat we als dat kunnen bewaren, dat we echt wel tot een leuk resultaat kunnen komen. En dan ga ik in de tussentijd even wat uitproberen met mijn telelens. Wat leuke foto's maken van de vogels daar verderop. Hopelijk komen ze zo meteen iets meer deze kant op. En, ja, we gaan het allemaal zien, mensen. Ik heb in elk geval zin om lekker creatief los te gaan op de zonsondergang. En nu zou ik bijvoorbeeld ook deze kaderrand kunnen gebruiken die het landschap verder inloopt. Zodat je echt een hele mooie lijn in de foto krijgt wat uiteindelijk leidt naar de punt waar de zonsondergang het mooiste is. De instellingen blijven ongeveer hetzelfde. Ik denk dat ik het wel mooi vind om ook een wat langere sluitertijd te creëren. Het water is vrij rustig, maar ik hoop dat het water net iets gladder krijgen door de langere sluitertijd. Ik heb nu een aantal foto's gemaakt en ik heb toch wel kunnen profiteren van de zonsondergang lucht. Met name de foto's die ik los van het water heb gemaakt. Dus de foto waarbij bijvoorbeeld de dieren toch een beetje in de zon te zien zijn. Dan krijg je in elk geval die sfeer ervan. En ik ben daar best wel tevreden over. Hoewel de nabewerking wel even nodig was om die sfeer goed in elkaar te brengen. Maar goed, uiteindelijk gaat het om het eindresultaat en daar ben ik redelijk tevreden over. Ik zie ook dat de oranje gloed verdwijnt naar de achterkant van het bos. Dus als ik dat nog wil vastleggen, moet ik wel even snel zijn. Dus ik pak even al mijn spullen bij elkaar en dan vertrek ik naar de andere kant van dit bos. Daar zit ik dan voor mijn laatste twee foto's van Nederland, of in Nederland moet ik eigenlijk zeggen.
Ik ga namelijk naar Frankrijk. Dat betekent dat ik vakantievlogs zal maken. Ik ga daar op bezoek. En ik ga in die tussentijd ook wat leuke video's opnemen. Zodat ik de omgeving aan jullie kan tonen. Ik heb mijn drone opgeladen. Want ik ga ervan uit dat ik wel even een plekje kan vinden waar ik gewoon kan vliegen. In het buitenland zijn de droneregels natuurlijk weer anders dan hier in Nederland. Dus ik heb er heel veel zin in en de vlogs gaan heel gaaf worden, want die omgeving is fantastisch. Heel veel bergen ook, dus ik heb er heel veel zin in elk geval. Ik hoop jullie natuurlijk ook. Het kan zo zijn dat de video's wat later online komen, afhankelijk van hoe het internet daar is. Ik ga eerst een foto maken van deze oranje gloed in het water. Het had beter gekund, laat het zo zeggen. Wat wel mooi is, bijvoorbeeld aan de andere kant van deze brug, is dat er een hele plek ligt verspreid over het water waar allemaal pollen liggen. En die pollen die zorgen voor een soort van veiligheid qua hoe het eruit ziet. Maar het geeft ook weer een heel fris beeld. Ik wil ook een foto maken van de maan, want die is heel goed zichtbaar nu. En dan gaan we de video daarmee afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk tot in Frankrijk. En dan zeg ik, zoals altijd, veel plezier met fotograferen. En see you later.